Weet je, normaal krijg je een bekeuring als je een beetje over de weg zwalkt. Ja. De mm-hmm. mensen die in een auto rijden, gewoon met hun handen aan het stuur en aan de telefoon, die zijn levensgevaarlijk, hebben 100 keer meer kans op een ongeluk. En gisteren kreeg ik weer een ongeluk. Maar hoe kwam dat nou? Omdat iemand mij had gezien in die auto. Die had gezien dat ik een rechtszaak had. En die heeft 112 gebeld. En die zegt, die man van die rechtszaak, die zit weer met zijn handen aan de telefoon. En die moet hier komen. En toen is de politie gekomen. En die heeft mij opgepakt. En dat is wel echt, ja, als je dat soort dingen krijgt, dan is echt gewoon, dan kun je niet meer winnen. Want dan gaan de burgers, die gaan de politie helpen. Ja. Maar ik vond het wel echt bizar dat ze 112 gingen bellen. Want Het ging er juist om. Normaal is het echt heel gevaarlijk als je gewoon met een smartphone gaat rijden. Precies. Maar deze auto die rijdt heel erg veilig op de snelweg. Keurig netjes aan 90 aan de rechterkant van de baan. Elke 30 seconden hou ik het stuur weer vast. Moet ik even zeggen, ik ben er nog. Want die auto die wordt echt zeer goed. Die houdt je goed in de gaten. Mm-hmm. Die moet je ook gewoon echt. Die moet je ook regelmatig laten zien dat je er bent. Maar dat de burgers dan op een gegeven moment 112 gaan bellen. Ja. Dat was de eerste keer, dat was geweldig. Maar ja, het mag goed, niet, hè? Het mag niet. Het mag niet. Ja, dat hoor ik vandaag. Want het ging er even om, het argumentatie is, ik ben de juridische bestuurder. Precies. Ik ben verantwoordelijk. Ja. Ik ben de juridische bestuurder, ik ben verantwoordelijk. Ik moet oordelen of het goed gaat. Alleen, ik heb de werkelijke bestuurder, is mijn argumentatie, is voor die tijd dat ik die Tesla de ruimte geef, is de Tesla, dat is maar 30 seconden. En dat is net zoals een rijinstructeur of een examinator, die heeft ook een leerling naast zich, die mag eigenlijk niet rijden en hij is verantwoordelijk. Maar een rijinstructeur mag wel met zijn handen aan het, aan het stuur. Dat is mijn argumentatie tegen de rechter, zeg maar. Interessante vergelijking, want inderdaad, als de rechter daarin meegaat, dan zou dat betekenen dat we alleen in die auto's, die Tesla, dat die een aparte status krijgt. Wat zei de politie de 3 keer dat je bent aangehouden? Nee, gisteren ook alweer, gisteren was het. Die zei ook van ja. U reed gewoon keurig. Er was niets op aan te merken hoe die auto reed. Alleen ja, het mag niet. En dat zijn nou eenmaal de regels die we hebben. De officier van justitie op de rechtbank die zei ook al, meneer, dit is nou eenmaal de regels die we hebben. En die regels die moeten echt veranderd worden. Dat vindt ook iedereen. Want bijvoorbeeld, je mag niet met een mobiele telefoon aan je hand, zeg maar. Maar je mag wel een iPad, als je een iPad of zelfs een laptop op je schoot hebt, krijg je een veel kleinere boete, want dan gaat het alleen maar over afleiding. Ja. Want de wetgeving, toen die geïntroduceerd was in 2002, hadden ze nog geen iPad. Maar aan de andere kant heb je dus ook die door de RDW goedgekeurde autopilot, want die is dus goedgekeurd door de RDW, zelfs voor heel Europa. Het is, je kunt al zeggen, die heeft eigenlijk al een soort rijexamen afgelegd bij het RDW. Die auto's die hebben 7 keer minder kans op een ongeluk. Dus iemand die in een Tesla rijdt met zo'n autopilot heeft 7 keer minder kans op een ongeluk en 4 keer minder kans op een dode. Dat zijn nu cijfers die nu tevoorschijn komen. Daar moet de wetgeving ook op aangepast worden. Ja. Dat je zegt van, als dit zo goed is, dan moet de wet ook daarop aangepast worden. En dat is eigenlijk een beetje mijn argument. Zet je Tesla op de zelfrijdende autopilotstand en je kunt lekker je stuur met rust laten en ouderwets met de hand bellen. Dat dacht trendwatcher Vincent Everts. Inmiddels heeft hij al 3 bekeuringen gehad voor bellen achter het stuur. En de rechter heeft hem vandaag ongelijk gegeven in een zaak die hij had aangespannen. Vincent Everts, welkom. Ja, hallo. Ja, het is dus definitief verboden, ook in een Tesla met een autopilot, om te bellen op die manier. Ja, wat de rechter zei is van, die argumentatie die ik had, dat ik de juridische bestuurder ben, wel verantwoordelijk, allemaal inschattingen moet maken, maar dat de auto de werkelijke bestuurder is, omdat hij stuurt en trapt op de rem en gaspedaal, daar ging hij niet in mee. Want hij zei, volgens de huidige regels, dat zei de officier van justitie of de zakenwaarnemer van de ministerie ook al, volgens de huidige wetgeving is dat niet zo. En hij zei, ik ben gebonden aan de huidige wetgeving. Mm-hmm. En het aardige was ook nog zo, hij zei van en als je kijkt, Tesla, die zet dat op zijn website, dat mensen altijd gewoon alert moeten zijn en dat die ook elke 30 seconden de handen aan het stuur moeten hebben. Mm-hmm. En het grappige is dat dat ook iets is wat de RDW heeft gezegd tegen Tesla, dat ze dat erin moeten doen, wat dan ook weer de reden is voor de rechter om tot dit oordeel te komen. Die zei, dit is wat ik op basis van de wet moet besluiten. Dus als u iets anders wil, dan moet u naar Den Haag gaan.
En dan moet die wetgeving, zeg maar, veranderd worden. En dat moet toch al, want als jij nu op dit ogenblik met een telefoon hebt, heb je een probleem. Als je een iPad in de hand hebt, heb je geen probleem. Nee. Want dat was in de wet van 2002 nog niet opgenomen. Dus die moet toch wel veranderd worden. En aan de andere kant moet die wet dan ook veranderd worden voor auto's die 100 keer veiliger rijden dan een mens met een smartphone in de hand. Maar goed, Vincent, ik mag aannemen als je met een iPad in de auto zit, dat je gewoon een boete krijgt, hoor. Toch? Nou, dat, ja, ik ga het zelf niet uitproberen, maar dat is wat ze nu gaan repareren in de wet. De wet zegt nu, die iPad die bestond nog niet. En er is volgens mij wel jurisprudentie van iemand die een iPad heeft. Die staat niet in de wet, dus die heeft niet die bekeuring gekregen. Maar het gaat mij erom dat wij voor deze auto's worden steeds intelligenter, steeds beter. Die gaan veel minder doden veroorzaken. Op dit ogenblik hebben ze al 7 keer minder ongelukken en 5 keer minder doden. Die auto's gaan veel beter worden. En dan moeten we de wetgeving nu op gaan aanpassen. En daar is mijn strijd voor bedoeld. Dat begrijpen we. Maar toch, vorige keer, je bent vorige week in de uitzending geweest, of 2 weken terug, toen de zaak diende. Toen heb je dit ook gezegd. En daarna hebben wij bij BNR heel wat reacties gekregen op sociale media van mensen die zeggen, bijvoorbeeld, ik heb hier iemand die Tesla's verhuurt professioneel, en die zegt, dit is een terechte uitspraak van de rechter. Als ik op mijn telefoon, laptop zou werken, in plaats van opletten, als ik op Tesla's autopilot draai, dan zou ik vrijwel dagelijks bij ongelukken betrokken zijn. Dit is een Tesla-bezitter die dit zegt. Nou, ik denk dat ik diezelfde persoon dan gisteren ben tegengekomen. Want ik reed dus gisteren keurig netjes op de snelweg 90 kilometer aan de rechterkant. Ik reed super veilig. En toen heeft iemand mij gezien dat ik de handen aan de telefoon had. Die heeft 112 gebeld. Name you, 112. Ja. En zegt, noodgeval. Hier rijdt Vincent Everts op de snelweg met zijn handen aan de telefoon. En de politie is dus 20 kilometer omgereden om mij een bekeuring te geven. Dus nu kijkt heel Nederland naar mij uit. Ja. En heb ik geen enkele kans om nog gewoon zonder, maar goed, Vincent, zeg maar, anoniem uit leven te gaan. Tot slot heb ik nog wel 1 vraag voor je. Want je leeft dus eigenlijk in de toekomst, hè, met een zelfrijdende autopilot Tesla. Waarom bel je überhaupt nog met een telefoon aan je oor? Dat is toch enorm jaren 90? Ik bel helemaal niet. Ik ben toch helemaal niet aan het bellen. Ik ben toch helemaal niet aan het bellen. Het laatste wat ik doe met mijn telefoon is bellen. Ja, ik doe nu bellen. Ik ben nu met Lucie, met jullie bezig. Dus ik communiceer. Maar ik ben appjes. Niet aan het bellen. Ik ben aan het werk. Ik ben documenten aan het schrijven. Is het niet gewoon makkelijker om op zoek te gaan naar een manier waarop je dat kan doen zonder dat je daarbij je handen nodig hebt? Nee, ik denk dat wij een groot probleem hebben dat mensen afgeleid zijn. Kijk eens, je kunt mij nu wel gewoon zeggen dat ik een eikel ben of totaal onverantwoordelijk. Dat vinden we niet, hoor. 50% van de Nederlanders, 50% van de Nederlanders heeft regelmatig de telefoon in zijn handen. Het is levensgevaarlijk. De politie haalt al die mensen van de straat doordat ze over de snelweg zwalken als een totale debiel. Ik rijd in een auto en alle politieagenten hebben gezegd, u reed keurig, meneer Everts. Alleen bij de huidige wetgeving moeten wij u gewoon, zeg maar, een bekeuring aanbieden. Ik rijd keurig netjes, super netjes. En ik krijg een bekeuring. Maar iedereen in Nederland heeft dit probleem van afgeleid zijn. En dat moeten we ook met technologie gaan oplossen. En daar moet de wet op aangepast worden. Dank, Vincent Everts.